Het is waar wat wordt verteld. Benjamin Popov was geen held. Benjamin Popov was gewoon iemands lief en iemands zoon. Hij was echt ontzettend moe. Net als je alles hebt gehad, ben je een vogel voor de kat. Kop op en kin omhoog. Zo'n tijd was het. Wie doodging, werd begraven. Wie een wond had, werd verpleegd. En als je been eraf geschoten was, mocht je huilen van de pijn. Maar daarvan groeide hij niet weer aan. Dus hup, cheer up. De oorlog was nog niet gedaan. Benjamin Popov bofte. Hij mocht een halve maand naar huis. Dat was niet langer dan 2 weken, maar het klonk beter. Hij ging op weg en keek niet om. Het licht was vriendelijk, zodat hij met het blote oog kon zien waar in het veld nog andere soldaten er onderweg naar huis de moed inhielden. Ze stapten net als hij onder de weidse lucht door. Er hingen maar 2 wolken in. Vanuit het stof stegen de droge stemmen op van stappende soldaten. Wij hebben dorst, dorst, dorst en heimwee. Meer nog dan naar water, snakken soldaten naar hun moeder en hun vader. Naar de boter op het brood die nergens beter smaakt dan thuis. En naar de hond. Zal hij zitten wachten bij het hek, zoals het in de brieven stond? Van 1 gedachte schijnen soldaten bang te zijn. Als die hen overvalt, gaan ze gebogen lopen, omdat hun hart dan zwaarder weegt dan eerst. De gedachte heeft er stenen overheen geschoven. De breedste kerels zakken zuchtend door hun benen. Ze fluisteren, mijn lief, wacht je nog steeds op mij? Tijdens windstille nachten is dat de bries. Op zoek naar troost trekken ze hun rugzak open. Wat ze bezitten, leggen ze in hun schoot. Veel is het nooit. Een medaillon dat hen voor het ergste behoedt. Een doekje tegen het bloeden. Een spiegel waar de glans af is. Een schrift onder de vlekken waarin de oorlog staat beschreven. Een stuk gelezen brief bij een stuk gezoende foto van 's werelds mooiste meisje met... Dat valt nog af te wachten, 's werelds grootste geduld. En tot slot, haar lievelingstrui. Lang is hij heerlijk blijven ruiken, maar op een keer was de geur op. Sindsdien slaat de gedachte toe zodra hij kan. Er is haast geen kruid tegen gewassen. Soldaten gaan er tegenin door uit volle borst te zingen, iets schels te fluiten of hun verlangen en verdriet door hun harmonica weg te blazen, als ze een harmonica hebben. Mijn lief, ik kom eraan. Zowat alles wat Benjamin Popov bezat, kostte niks. Hij had een goed humeur, een prettig karakter en veel doorzettingsvermogen. Verder stak in zijn rugzak het voorspelbare, het medaillon, het verband,
De spiegel en het schrift. De stuk gelezen brief en de foto van zijn lief, zijn lief. Een mondharmonica had hij niet, maar onder in de zak bewaarde hij, gewikkeld in de lievelingstrui die lang naar bloemen had geroken, maar op een dag niet meer, zijn viool uit Krakau. Weinig waard, gekocht voor een habbekrats, zo klonk hij ook. Habekrats. Maar als de snaren waren gestemd, wist Benjamin het lawaai om te toveren in muziek die voor hem uit het pad afliep. Alsof de klank alvast het goede nieuws bracht van zijn thuiskomst. Het duurde nooit lang of zijn hart huppelde erachteraan. Zijn verlangen botste op een man. Hij stond midden op het pad met zijn armen open. Zijn kop was rood verbrand en om zijn handen zaten wanten, alsof het voor hem altijd tegelijk zomer en winter was. Met een vlindernet waarin een dode mot hing, wees hij in de richting van Benjamin's hals. Hij zei, van mij? Dat dacht ik niet, zei Benjamin. Verkoop hem dan. Geen sprake van. Een ruil misschien. Eerst zien waarvoor, dat lijkt mij slim. Maar opgeleid, het wordt een niet. Ik weet van niet. De man haalde van onder zijn kleren een boek. Juist, zei Benjamin. En hij schudde met zijn hoofd. Hij loog dat hij nooit las. De man sloeg op zijn borst. Heb ik gezegd dat dat nodig was? Vergis u niet, dit boek verandert eens gelezen een heel mensenleven. Ik geef het u in ruil voor dat stuk hout onder uw kin. U moet het boek eens openslaan, tenzij u glitter, goud of geld het speelgoed van een vrek vindt en u zich met dat fiedeltje van niks tevreden stelt, dan zeggen we vaarwel. Het schijnt dat er in oorlogstijd
maar drie soldaten op het slagveld staan. De eerste kijkt weg, de tweede lijkt blind, de derde kijkt goed om te achterhalen wat hij van de dingen vindt. Dit is weer eens een belevenis, zei Benjamin met het boek in zijn handen. Wat er staat lijkt Chinees alsof ik Tsjechof in het Russisch lees, maar dan wel in het pikkendonker, zonder bril. En tot mijn schrik gaat haast elk woord over een man die op mij lijkt, alleen is hij steenrijk. Je zou haast denken dat de tijd verhaspeld is, wat raar. De man sloeg zijn wanten op elkaar en zei, ja kijk, dit boek doet graag zijn zin. Soms wordt het einde het begin. Voor zulke rariteiten geven mensen een fortuin. Benjamin Popov lachte en stak de viool omhoog. Hij zei, wat ik u bied is weinig waard. Ja, goed, wees blij, zei de man. Ik vind blijkbaar van niet. Ik ruil dit boek voor uw viool. U bent het met me eens dat u een koopje doet? Even wist Benjamin Popov het niet meer. Achter hem lag de oorlog, voor hem lag de toekomst die maar 2 weken zou duren. Hij was moe, hij was echt ontzettend moe. Hij stak de man zijn fiedel toe en draaide met zijn andere hand een bladzij om. En dat was dom, dat was echt ontzettend. Verpats niets aan een man die uw zon verbrand de weg verspert. Hij glimlacht wel, maar let eens op de blaren om zijn mond. Als zo'n persoon zijn zin niet krijgt, vloekt hij de bliksem uit de grond. De man haalde de stok over een snaar, erg aangenaam kon je de klank niet noemen. Hij jengelde nog schraler dan de habekrats die Benjamin in Krakau had betaald. Als je een kat was, kwam je kijken. Waar jankt hier die kat in? De man gromde misnoegd. Het is dit ding. Het werkt niet goed. Er zit wat scheef. Spreek mij niet tegen. Als iets niet ging, heeft het nog nooit aan mij gelegen. Pak aan, pak uit. Laat horen hoe het moet. Ik heb erg weinig tijd. Mijn moeder, vader en mijn lief, zij vragen zich al dagen af waar ik in godsnaam blijf. Ik kan u tot mijn spijt niet leren spelen. Niet? Ook niet als ik in godsnaam paard en kar voorrijd, zodat de tijd opschiet. 1 paard spaart mij 1 uur of 2. Tel uit je winst als ik 4 paarden span. Dan kunt u met mij mee naar huis en krijg ik notenleer. Woont u ver weg? Vroeg Benjamin. Naar mijn gevoel vlakbij. We stappen in, we rijden door. We houden pauze voor gebraad of kip. Of als u erop staat, voor vis. Na nog een rit van 1 kwartier dacht ik aan toast met kaviaar en oesters bij champagne, rode wijn, Spaanse ham en tot slot een bel cognac met 1 sigaar. Ik rook niet, ik ook niet, maar 1 Havana hoeft niet aan. Wat denkt u? Ja of ja? Benjamin Popov had 1 lege maag. Zijn hersens werkten trager dan zijn tong. Hij dacht nog, nee. Maar van de honger zei hij, graag. Hij klom in geen tijd op de bok. De man knikte tevreden. Zie eens wat ik in mijn handen heb vandaag. De teugels hier en in mijn linkerhand de zweep. Hij knalde ermee en wow, de paarden hadden peper gegeten. De man hield woord, of nee, hij bood veel meer dan wat hij had beloofd. De diepe borden waren vol. Op de glazen stond 1 kraag. Er sprongen knopen van de jas van Benjamin. Hij kreeg 1 nieuw pak aangemeten. De wol heette kashmir.
Daar stond hij met de panden in zijn handen na te denken over geruite geiten in een wei in Pakistan. En toen hij zelf begon te blaten, wist hij, nee, zo straalbezopen ben ik volgens mij nog nooit geweest. En volgens mij komt aan mijn dorst geen eind. Hij schonk een glas in waar hij slobberend van dronk, terwijl hij dacht, dit water smaakt verdacht naar vuur. En volgens mij speelt iemand ergens vals viool. Hij hield zich kranig overeind, maar er was niemand in de buurt waarvoor hij stoer moest zijn. Wat een groot bed, dacht hij. Of nee, hoe heet dit plankenvloer? Een dag, of pakweg 2, 3 later, toen Benjamin zijn roes had uitgeslapen, was de man een beetje kort van stof. Hij zei, nu kun je gaan. Dat klonk wat bot, maar het was waar. Dus Benjamin moest lachen. Hij zei, gaan wil ik al een eeuwigheid. En nu het kan, krijg ik mijn ene voet niet voor de andere. De man deed het hem voor. Zo moeilijk is het maar. Toch ben ik als de dood. Wat als de hond niet bij het hek zit? Mijn hart is niet van elastiek, dat eeuwig rekt. De man zei, wacht. Ook dat klonk streng. Toch was het goede raad, zoals in rustig aan. Alleen van hier en nu is een mens zeker. De zweep knalde. De paarden schoten weg, alsof het vuur ze aan de schenen was gelegd. Het zand stoof op, de regen was van kiezels en de wind was tegen, maar de wielen sneden. Waar gaan we heen? Riep Benjamin. We gaan terug, riep de man. En inderdaad, ja, inderdaad. Het is waar wat wordt verteld. Benjamin Popov was geen held. Benjamin Popov was gewoon iemands lief en iemands zoon. Onvoorstelbaar mis. Dacht je dat je het einde kende, begon de ramp en de ellende. Verdwijnt in geen tijd in een mouw. Maar waar de kar ineens gebleven was, die goocheltruc had Benjamin gemist. Hij keek heel even weg en alles bleek gewist. Het lege pad lag voor en achter hem. Het ongeduld zat in zijn kop. Hij liep al door het dorp in zijn gedachten. Hij zag de buurvrouw in haar tuin. Ze stond te wieden met haar kont naar boven. Ze zong als altijd, I love you. Zijn groet hoorde ze niet. De buurman die geen stap verzette zonder tractor was potdoof omdat de motor brulde. En weer een ander zat te bidden. Hij had alleen maar oor voor de stem van zijn geloof. Benjamin beet op zijn lip. Hij vroeg zich af hoe een slecht voorgevoel te herkennen was. Ging het gepaard met jeuk? Een bonkend hart, te krappe longen. Zo ja, dan had hij pech.
Soldaten praten over rot weer, vrouwen, eten, snelle auto's. Wat een bom doet als hij inslaat. Of je de kogel die jou dood wou moet bewaren en waarom. Ze praten ook over hun kinderjaren, hun eerste fiets, hun eerste bier, de kus die ze ooit stalen. Maar wat soldaten nooit bespreken, is hun angst voor de 2 weken. Toen Benjamin eindelijk echt zijn dorp inliep, floot hij een liedje uit de maat. Aan de waggelende noten kon je het knikken van zijn knieën horen. Hij keek naar links, hij keek naar rechts, zocht of zich iemand had verstopt, maar in de verre omtrek was er niemand te bekennen. Dag kip, dag koe, dag mus, niemand in het bijzonder dus. Hij nam het zandpad langs de school met de klok in de toren. Hij liep langs de molen die wiekte en toen hij beter keek, wenkte. Toen vatte hij moed. De wereld had het wel goed met hem voor. Hij slikte zijn adem in en spitste zijn oren. Was dat de fanfare? Zong daar een koor? Kreeg hij een feest en werd hij geëerd? Was het een droom op klaarlichte dag of hoorde hij echt? Benjamin is teruggekeerd en naar het schijnt is hij ongedeerd. Ik zei ongedeerd. Soms hangt vlak boven de horizon een stad. Je rijdt er dagenlang naartoe en er voorbij, misschien eroverheen. Het is vervelend dat ze er niet zijn en toch bestaan steden van lucht op hete dagen. Maar je went eraan. Hij was heel huids, man uit één stuk. Breed geschouderd drong hij zich naar voren tussen het koper van de fanfare. Geef acht, riep hij lachend en hij rechte zijn rug. Benjamin is inderdaad terug en klaar voor een feest. Wie heeft mij gemist? Wie miste mij niet? En wie juist het meest? Het hele plein viel stil. Een kind slaakte een gil. De bombardon deed poot, 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 terwijl er 100 ogen uit hun kassen vielen. De mond van Benjamin bleef ongeveer een half jaar openstaan. Al tikte maar een paar seconden weg. Zijn blik gleed over het plein. Zijn hart zonk in zijn borst toen hij zijn moeder en zijn vader zag. Ze staarden maar naar hem. Ze zagen bleek. Naast hen stond nog wat volk. Een man met aan zijn been een kind van 3. Zijn arm om een vrouw. Zijn lief. Zijn lief. Wat was ze nog steeds mooi. Ze droeg geen trui. Een kind hing om haar nek en in haar buik zat er nog één. Haar vinger was een dolk waarmee ze stak. Ze schreeuwde, nee, na zoveel jaar, daar staat een geest. De mensen stoven uit elkaar. Deuren sloegen, luiken klapten, 100 sleutels knarsten in het slot. Op zo'n moment barst een hart van onder tot boven. Er valt een stilte uit de lucht. Dat is de tolk van groot verdriet. Niemand ziet de engel die een paar keer langskomt en geduldig knikt. Pas op, een engel bedoelt het goed. Maar verder kan zo'n wezen weinig doen. Thank you.
Nadenken ging Benjamin slecht af. De betekenis van dichte deuren dronk maar langzaam tot hem door. Dat hij de keus had tussen verdwijnen en er niet meer zijn, dat inzicht kwam pas toen de rode man opdook uit iets wat op een rookwolk leek. Daar stond hij weer, te zwaaien met zijn vlindernet. Hij riep van ver, u hier! Waar anders had u mij verwacht, zei Benjamin. Op dat moment zag hij de waarheid in. Hij had veel langer dan 3 dagen bij die rooie doorgebracht. Wie weet had hij 1 maand geslapen. Wie weet was hij 1 jaar ver weg geweest, als het geen jaren waren. Natuurlijk zagen ze het je dan aan voor een geest. Kom op dan, sukkel. Man van een cent. Puist. Pukkel. Lelijk stuk vreten. Door uw schuld staat mijn leven op zijn kop. U heeft me wat? Ik heb u wat? Beroofd van alles wat u had? Heb ik u schandelijk bedrogen? Heb ik u ook maar iets beloofd wat ik niet braaf ben nagekomen? Dat dacht ik niet, dat dacht ik niet. Uw maag klonk hol, uw keel was droog en volgens mij heb ik u, wacht dus, niet horen protesteren toen u eten kreeg, slaap van de Slibovits en nieuwe kleren. U kwam, nee, bleef maar al te graag logeren. U leerde mij hoe ik een schone noot kon krijgen uit een schoenendoos met snaren, terwijl ik u heb rijk gemaakt. Dat zijn veel leugens bij elkaar. O ja? Graaf dieper dan een dag in uw memorie. U bent klaarblijkelijk een aantal woorden kwijt. Vooral dat ene dat onderin uw rugzak zit en rijmt op zoek. Sommige dingen worden gemakkelijk vergeten. Het boek, de muts, de bril, het kaartje voor de trein, de sleutelbos, de pen. Hun kenmerk is snel kwijt. Zonder de mensen zijn ze niets. Dus zwijgen ze geduldig tot iemand zich herinnert waar ze waren. Onder het bed, onder de kaast, onder de maat, onder de rommel van de wereld of onderin een rugzak gewikkeld in een trui. Benjamin stond versteld. Het boek las vlot, terwijl hij lang geleden alleen maar had gefronst. Dat van die eigen zin was waar. Vandaag sloeg wat er op de bladzij stond het tegendeel van wartaal uit. Als u ellende wilt vergeten, te weten hart en pijn, moet u veel slapen, drinken, eten en bovenal gaan zwemmen in het slijk der aarde, ook genoemd het geld. Het binnenrijven gaat vanzelf als u een pak draagt van de beste snit. Het maatpak is een tweede huid die u als gegoten zit. De rooie sloop het plein over. Hij zei, niet te geloven. Een hand stond in zijn zij, met de andere hield hij het pak omhoog dat Benjamin al eerder had gedragen. Kijk eens wat ik toevallig bij me heb. Niet te geloven, zei Benjamin. Hoort u dat ik de klemtoon heb verlegd? Geen woord van u is waar, geen zin is echt. De kromste leugen lult u recht. Genoeg. U heeft uw punt gemaakt. Waaraan heb ik uw vuile tong verdiend en die baldadigheid? Hoor eens, wat heeft u te verliezen?
U bent al erg veel kwijt. Veel valt er niet te kiezen. Strijk ik uw overhemd? Nee, nee, zei Benjamin. Het had niet veel gescheeld. Of hij had ja gezegd, niet eens per ongeluk. Een haar en hij had toegestemd. Doe mij maar dagen zonder treurnis om mijn lief, mijn lief. Ja, geef mij een bad vol geld. Hij zette aarzelend een stap naar voren en zei, dus u beweert dat ik erg snel vergeet wat er met mij is gebeurd? Als ik een bladzij van dit boek omsla, draai ik een bladzij om van mijn geschiedenis? De vraag was goed. Het antwoord ja. Het ging al fout, dus ging het verder mis. Zijn zwarte schoenen glansden. Zijn haren zaten strak. In zijn mond blonk als hij sprak één tand van goud. Hij dronk whisky on the rocks. Zei poen tegen miljoenen. Hij sleet, sloeg munt, dong af, kocht op, nam personeel aan om ze stijf te schelden, werd rijk op andermans rug, wenste mensen het graf in, gaf geen moer om tranen, kwam dan met hoon in plaats van troost en mompelde weer iets wat hij niet eens zelf had bedacht. Fortuin gaat over lijken. Geld heeft geen daglicht nodig. Alleen een sukkel klimt omlaag. Gris mee wat kan, zolang je leeft. Steenrijk is hij die alles, alles meer dan één keer heeft. Het waren hele zinnen uit het boek die Benjamin zo afgemeten zei dat iedereen hem koud en ongevoelig vond. Natuurlijk deden roddels de ronde. Benjamin was niet goed wijs. Hij dronk bloed, hij smeet met messen. Hij blafte en hij beet, maar nooit naar honden. Nee, nooit naar honden. Iemand die alles in het meervoud heeft en hele dagen over hebben dingen praat, lijkt rijk, maar is in feite arm als de straat. Zeker als het enige wat telt, datgene is wat je had en nog steeds mist. Benjamin leek veranderd, maar van binnen zat de man die ongeveer onafgebroken dacht. Ik heb me zo verschrikkelijk vergist. En oh, is er een weg terug? Ik wil weer languit liggen. Zondagmorgen, onder dekens, in het gras. Naar de school met de klok in de toren. Oh, geur van krijt en natte jassen. De nieuwe juf heet Fiorina en haar adem ruikt naar snoep. En het bad dampt en de thee trekt en de oven zoemt. Straks smelt de boter op het brood. De buurvrouw zingt I love you in de zon. En onze hond huilt naar de maan. Maar verdrietig is hij niet. Hij niet. Mijn lief en ik. We leken niks te hebben. Nu weet ik wat we hadden. Alles. Ik die alles heb, heb niks. De 48ste kamerheer. De 94ste meisje dat beleefd de telefoon aannam. De kokin van het begin, de ingehuurde tuinman, de inwisselbare butler en de wasvrouw die de vouwen gladstreek, de boekhouder en zijn team, de hele club notarissen, de bankadviseur en zijn rechterhand en de vijfenvolgendste typiste die het al een week wist uit te houden en dat was een record. Ze beklommen met z'n allen Benjamins berg van geld. Hun baas zat op de top. Ze gleden voortdurend naar beneden. Ten slotte bleven ze ook daar. Ze zetten hun handen als een toeter om hun mond. Of ze daarboven nog iets konden betekenen?
Nee, riep Benjamin over zijn schouder. Is er niets te bestellen, meneer Popov? Niets te berekenen? Niets te beleggen? Nee, riep Benjamin weer. Beneden bleef het stil. De kamerheer, de telefoniste, de kokkin, de butler en de tuinman. De hele club notarissen, de boekhouder, de bankadviseur in zijn rechterhand en de typiste die het record gebroken had, keken elkaar aan. Wat scheelt er dan, durfde niemand te vragen. Dus vroegen ze het tegelijk. Niks, riep Benjamin. Koop iets leuks voor jullie zelf en doe me dan een lol. Hoepel voor altijd op. Eén voor één dropen ze af. De meesten zuur, omdat Benjamin ze zonder dank de laan uit had gestuurd. Nu het nog kon, gristen ze mee wat in hun zakken paste. Eén dametje van 80 wachtte. Waarschijnlijk wou ze nog iets kwijt over fatsoen en leeftijd. Wat wil je? Riep Benjamin toen hij haar zag van bovenaf. Of moet ik zeggen u? Een bochel of een tweede leven kan ik u tot mijn spijt niet geven. Ook geen graf. Maar voel u verder vrij. Stop uw tas vol. Prop de poen onder uw hoed of in uw winterwanten. Ik ben dat slijk der aarde liever kwijt dan rijk. Met haar tong maakte de vrouw een klein geluid van spijt. Dan kom ik zeker ongelegen, zei ze. Net nu heb ik een koffer kostbaarheden bij me waartegen u geen nee kunt zeggen. Toch zeg ik het, zei Benjamin. Nee. De vrouw vond dat geen grap. Ze zei, er is de kaart van het land zoals het voor de oorlog was. Wilt u die zien? Nee, zei Benjamin. Ik heb ook kettingen en ringen met een mooie steen erin. Waarschijnlijk niets voor u. U heeft och garm geen vriendin. Wat dacht u van dit medaillon? De heilige Sebastiaan behoedt soldaten aan het front. Dit schrift waarin de tijd beschreven staat met logisch vlekkerige inkt. Dit dof geworden spiegeltje. De vrouw liep rood aan. Ze hoestte raar. Het was bijna een giechel. Ook te koop zijn deze brief. Een damestrui. Een foto van een lief, lief wicht. En voor ik het vergeet, dit instrument. Ik zou er zelf geen cent voor geven. Ik denk, u wel. Daar zakte haar stem. Benjamin brieste. Luis in mijn pels. Te zien aan de gebarsten blaren om uw mond, lacht u me vierkant uit. Ik hou mijn buik vast en ik lach u toe. Ik ben uw praatjes moe. Geld rolt en dat was goed. Benjamin gleed rechtopstaand naar beneden en griste met gemak de viool uit de wanten van de vrouw. Een man. Wie laatst lacht, best lacht, dacht hij. En oh wee, hij lachte veel te vroeg. Het spreekwoord mepte als een boemerang in zijn gezicht. Het was de rooie die zich op zijn dijen sloeg. Hoe hard Benjamin de stok ook over de snaren trok, de viool bleef dood. Er kwam geen hele, halve, ook geen valse noot. De rode schaterlachte. U hebt het boek, geld op de bank. Ik heb uw ziel en uw muziek. Dat vond ik zelf een goede deal. Waarvoor mijn dank.
het is waar wat wordt verteld. Benjamin Popov was geen held. Benjamin Popov was gewoon iemands lief en iemands zoon. Hij had spijt. Hij had verschrikkelijke spijt. Eerst voor het geluk geboren, bleek je plotseling verloren. Van A naar B gaat snel als je boos bent en de weg kent. Dan stap je door en kom je aan als een nieuw mens. Dat was de wens van Benjamin. Een nieuw begin. Dus pakte hij niks in, alleen zichzelf tegen de kou. Wist hij waarheen. Waar lag het stadje B van beterschap? Bij elke stap zakte de moed hem dieper in de schoenen. Hij kreeg er trage voeten van. Net toen hij dacht, ik keer terug, stond bij een brug een bord dat hem van harte welkom heette. Hier de rivier en aan de overkant een ander land, zegt Benjamin. Dat gaf hem hoop. Maar eerst een hapje eten. Wie stil zit op een stoel, maakt weinig mee. Zodra je overeind komt, begint het avontuur. Verzin het. En waarschijnlijk is het al gebeurd. De man die omviel waar hij stond. De man die binnenbleef en toen de deur naar buiten vond. De man die stoofpot at toen er een bode van de koning binnentrad. Dat was wat Benjamin overkwam. Zijne majesteit de koning looft een beloning uit aan wie zijn dochter kan genezen. Wat haar scheelt is onbekend. Wie haar heelt wordt haar gemaal. Denkt u meteen, ik ben de man, meld u dan aan bij het paleis en bewijs dat u het kan. Dus als gezegd, een sterk verhaal komt niet vaak voor bij wie thuis stil op een stoeltje zit en naar het piepen van de as luistert waarom de aarde langzaam draait. Zo snel als hij gekomen was, verdween de bode weer. Benjamin keek hem met een mond vol stoofpot na. De waarheid draagt een apenpak vandaag, zei een man naast hem. Hij had rood haar. Alsof wij in de laatste oorlog niet vaak genoeg zijn voorgelogen. Bent u soldaat geweest? Ik wel, zei Benjamin, die zijn eten koud liet worden, niet langer om de stoofpot gaf. Ten eerste wou hij van zijn buurman af, geen guur sujet, maar met dat rode haar werd hij nerveus. Ten tweede dacht hij aan een jonge vrouw. Ze lag te ijlen in haar bed. Ze vroeg naar hem wanneer hij kwam, haar held. Haar redder Benjamin, haar man. Meer dan ooit verlangde hij naar een hart dat niet het zijne was. Juist wie wegkwijnt, mist de liefde. Het was geen kwestie van beslissen. Het was gewoonweg weten. Benjamin stond op van tafel en verklaarde dat hij niet zijn kans ging wagen, want dit was geen loterij. Hij zou haar zeker beter maken. Zij is, denk ik, de vrouw voor mij. Dus kijk, ik ga. En als bekend kan met een mens die deuren opent veel gebeuren. Thank you.
Alsof hij al verwacht werd. Zo voelde het toen hij achter de secretaris van de koning aan de trap opliep. Nochtans was de man niet mals. En wie mag u wel wezen, de zoveelste slimste thuis die denkt dat hij de dochter van de koning kan genezen door naar haar te wijzen? Benjamin zei dat hij Popov heette en bijna dokter was geweest, maar toen had hij een brief gekregen die zei dat hij, terwijl hij las, soldaat geworden was. Van zulke jongens hebben wij er al een paar gezien. Ze konden heel goed praten, maar genezen, ho maar. Bovendien brachten ze de dochter van de koning verschrikkelijk van streek met hun verhalen over nutteloos vergoten bloed. Het kan lang duren voor u wordt ontboden, misschien zelfs wel een week. Maar als u dat geduld heeft, bent u alvast erg goed in wachten. Dat neemt ons voor u in. Dan is de dochter u veel waard. Als u wilt, leg ik uw kaarten. Dan weet u wat de toekomst biedt. Harten. 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 En alweer. Erg veel rood, zoals u ziet. Misschien zijn 7 dagen in uw geval wat overdreven. Ik informeer eens wat er kan, terwijl u wacht. Morgen, 7:30. Wie weet 6:30. Het heeft geen haast, zei Benjamin. Naar mijn gevoel wacht ik al ongeveer mijn hele leven. Dat is ontroerend, zei de man. Met afgemeten passen liep hij naar de deur en draaide zich daar even om. Hij zei, als ik uw vader was, dan zou ik trots zijn op mijn zoon. Als secretaris van de koning wens ik u de troon. Dank u wel, zei Benjamin. Zijn hand achter zijn rug deed een bek na, bla bla bla. De rest slikte hij in. Hij zag de rooien overal, ook in de secretaris. Alsof het kwaad onder de huid van iedereen kroop. Het vroeg veel wilskracht om niet onbeleefd te worden. Ik ken u niet, lag klaar onder zijn tong. Maar dan zo uitgespeld dat het haast klonk als scheer je weg. De rooien had al veel verknoeid. Nu bijna ook zijn blik, maar nee, dacht Benjamin. Ik moet de mensen blijven zien zoals ik vroeger naar ze keek. U zei hij, toen naast hem een bebaarde man plaatsnam. Nog niks, kwam er een tikje ongeborsteld uit. Je hebt de houding van een kampioen, maar in je ogen lees ik het verlies. U zei Benjamin nog maar een keer. Om tijd te winnen, iets te bedenken dat de man zijn baard afdeed. Nog niks, zei de man, toch niks belangrijks. Tenzij je waarde aan mijn woorden hecht, er iets in hoort wat stoort. Maar laat je hoop op de prinses door mij vooral niet varen. U kletst, zei Benjamin, wat mij betreft kunt u uw adem sparen. Uw toon verraadt dat u geen vrienden heeft. Toch iets verstandigs komt er uit je strot. Want als ik eerlijk ben, verklaarde ik je net toen je je harten in je handen had voor gek of op zijn minst voor halve garen. Jij denkt, als jonge man met hart en troef heb ik een voetje voor, vergis je niet. Ik ben je grootste concurrent. Ik speel de dochter weer gezond. U zei Benjamin,
de baard wachten en tel. Ik zei dat ik haar met muziek weer beter maak. Kent u dit instrument? Benjamins mond bleef als bij wonder dicht. De baard hield voor zijn neus zijn dierbare viool omhoog. Hij wist zich te beheersen, al greep zijn hand de man bijna over de tafel heen naar de keel. Zie je wel dat hij maar beter niemand meer vertrouwde. Daar zat de rode met zijn blaren en verbrande vel. Nu was het zaak om het spel vol te houden. De maskers bleven op. Benjamin zong. Wel, wel, wel. Alsof hij niets had opgemerkt. Als wij dan winnaars zijn, lijkt het mij logisch dat wij toosten op elkaar. Hij wist dat de geschiedenis zich af en toe herhaalde. Begon dezelfde oorlog, maar wel in een ander land. Of werd er iemand dronken, maar niet dezelfde man. Wat dacht u van champagne? Met het gebaar van miljonairs wees Benjamin eens om zich heen een schaal met oesters, caviar, wat Spaanse beenham en tot slot een bel cognac met een sigaar. Heel even huiverde de rooie. Rookt u? Zei Benjamin, blij met zijn rol. Waarschijnlijk niet, want een Havana hoeft niet aan. Wat zegt u? Ja of ja? Het was hard werken. Een beetje als een poppenspeler. Op tijd en stond de mond bewegen. Lachen, lachen, bulder lachen. De rooie op zijn schouder slaan. Drinken, maar niet dronken worden. Glazen legen onder tafel, lachen, lachen, bulder lachen. En de biceps laten zien, mannenmoed ter sprake brengen. Wie de buit krijgt na de jacht, daarna over winst beginnen. Wie de bruid krijgt na de nacht, heeft de rode zin in poker of een ander spel voor geld. Lachen, lachen, bulder lachen, kaarten schudden en verliezen. Kaarten leggen, geld inzetten, bieden, bieden, overbieden. Hopen dat je je bezit verspeelt. Bluffen, bluffen, overbluffen. Doen alsof je je verveelt. Honing smeren om de mond, daarna ook stroop om de baard. Cognac schenken, volle glazen alcohol. Lalt die al en lispelt die. Dan moet ik hem de loef afsteken, hopen dat de inzet stijgt. Mijn viool, daar gaat het om. Valt de rooie bijna om, dan de goede kaarten trekken en een heel fortuin verliezen. Maar in ruil een fiedel winnen, terwijl de rooie ladder zat slapend onder de tafel zakt. Stil, nee, muisstil juichen om de vrijheid die je won. Op de toppen van je tenen dansen om de rooie heen. Thank you.
Mevrouw Olivia, zei de secretaris. Kijk eens wie daar is, bezoek voor u. In dit geval visite van een goede ziel, die er misschien niet als een arts uitziet, maar wel 1 uit de 1000 is. Als hij kon, genas hij de hele wereld. En knielde naast het bed. Hij durfde de dochter van de koning niet goed aan te kijken. Hij vroeg niet naar haar hand, al had hij dat gewild, gewoon haar hand om vast te houden en de stilte te laten spreken. Er maar heel af en toe wat uitleg bij te geven. Hij zei vlak bij haar oor: ik was tot hiertoe onderweg. Niet ergens heen, alleen maar onderweg. Nu begrijp ik dat ik al die tijd al hier moest zijn. Haar hand verschoof. Hij zocht naar Benjamin. Toen durfde hij haar aan te kijken. Hij hoopte dat ze aan zijn ogen zag wat hij haar vroeg. Kan ik iets voor u doen? Ze las niet goed. Ze geeuwde eens. Kon je moeilijk een goed teken noemen. De secretaris zoemde zacht. Mejuffrouw Olivia, ook excuseer. Wekenlang, of moet ik zeggen eeuwen, heeft u geen kik gegeven. Nu heeft uw hand een eigen leven. Daarnet zag ik uw mond bewegen. Nu vraag ik u, is dat een teken van genezing of zie ik dat verkeerd? Het is mijn bloed. Wat korts was, voelt nu als een gloed. Na al dat liggen wil ik bovendien graag zien of mijn lichaam het nog doet. Wilt u me helpen, Benjamin? Heel langzaam kwam ze overeind en schoof haar benen uit het bed. Haar rug was zwak. Ze zakte ocharm meteen in de armen van haar man. En toen ze stond, kon je je niet van het idee ontdoen dat die twee al meteen met elkaar gingen dansen. Thank you.
Secretaris deugde. In geen tijd was hij bij de deur, toen de rode dacht op bokkenpoten zijn gelijk te komen halen. Weg jij, brulde Benjamin de secretaris en Olivia met z'n drieën tegelijk. Daarna waren ze van slag, omdat ze zo in koor tegen de rode waren opgestaan. Het voelde als een wonder. Dus schreeuwden ze erachteraan, ga jij maar liggen sudderen, wat ze goed gevonden vonden. Tegen een houten deur hoorden hoe het stil werd op de gang. Voor de veiligheid wachten ze nog 3 minuten langer. Want als je bang bent, moet je wachten tot je angst er niet meer is. Al vergis je je, helaas. Het donker en zijn metgezellen blijven altijd waar ze zijn. Jij bent het die zich stoer verplaatst en denkt... Ze vielen elkaar gedrieën in de armen. De secretaris zei, de weg is vrij. Als u het zegt, zei Olivia. Benjamin deed er het zwijgen toe, omdat hij op zijn hoede was. Niet onterecht, want buiten, ergens achter een doornstruik, deed de rode zijn kleren uit. Zijn ware aard kwam aan het licht. De duivel zelf met staart en sik in de adem van een slechterik. Hij mompelde. Ja goed, bruidegom en bruid, morgen ziet er niet fantastisch uit. Want ik heb regels uitgedacht. Ik heb ze samen in mijn macht. Ze moeten niet gaan bazen of ik zet haar misselijk en bleek weer in haar koninklijke bed. En wat haar prins betreft, de nul die niet beseft wat hem tot slot te wachten staat.
Hij verlaat het land. Ik lach hard, want ik ga zien hoe goed hij praat. Wie je bent geweest, kun je van je leven nooit meer zijn. Niet voor een dag, niet voor heel even. Dat was gedachte nummer 1. Als je iets kiest, kies je veel niet. Dus winnen is altijd verliezen. Dat was gedachte nummer 2. Van het geluk krijgt iedereen één stuk. Als chocolade, die je niet in één keer opeet. Want op is op. Dat was gedachte nummer 3. Olivia en Benjamin lagen samen naar het plafond te staren. Wat je bent geweest, kun je niet meer zijn, zei Olivia. Maar de plek waar jij vandaan komt, moet je me wel eens laten zien. Het lijkt zo ver en lang geleden. Het huis dat ik met mijn moeder en mijn vader deelde. In mijn hoofd moet ik al zoeken waar het staat. Maar we kunnen het bezoeken in het echt. Nee. Tot.
zeg ja. Benjamin dacht na. Hij zag voor zich hoe zijn ouders hem herkenden. Zeg ja. Ze renden naar hem toe en riepen, jongen, jongen, eindelijk. En je bent niet alleen. Stel haar eens voor. Olivia. Dat heb ik goed gehoord, zei Olivia. Dat is dan afgesproken. Het is waar wat wordt verteld. Benjamin Popov was geen held. Benjamin Popov was gewoon iemands lief en iemands zoon. Hij was blij. Hij was echt ontzettend blij. Hij dacht, aan het eind van deze reis heb ik alles. Mijn thuis terug, mijn hartendief. Voor zoveel geluk hou ik mijn handen open. Zijn benen popelden. Ben jij te traag of ben ik snel? Vroeg Jan Olivia. Loop dan een eindje voor me uit, zei zij. Ben jij het eerste thuis? Naast de brug stond een groot bord dat iedereen een goede reis toewenste. Bedankt, zei Benjamin. En daarna liep hij fluitend met zijn handen in zijn zakken zijn thuisland in. Hij liep een beetje krom en zwierde met zijn benen. Hobbelde eens als een buideldier. Het was zo heerlijk als Olivia zich op haar dijen kletste en niet bijkwam van plezier. Pas na een tijdje keek hij om, want haar geluk wilde hij zien. Daar stond in plaats van schoonheid het verdriet met zijn viool. De duivel. En hij lachte niet. De toekomst leek een hemelbed. Wie heeft het in de hel gezet?